Dit is wel een heel vreemd verhaal. Pinnen met de pas van een overleden man. Dat is wat hier gebeurt en daarvoor wordt deze man gezocht. Het is ook een triest verhaal. De eigenaar van de pas, een man uit Zoetermeer, is overleden in 2014 en heeft toen een tijd in zijn huis gelegen voordat hij werd gevonden. Het was niet duidelijk of hij familie had. Pas na een tijd meldde zich toch een zus. DNA-onderzoek wees uit dat zij inderdaad een zus is. Ze kwam erachter dat er voor maar liefst 15.000 euro met de pas was gepind in een periode van bijna 2 weken. Ook al is het laat ontdekt en is al later aangifte gedaan, de bank heeft toch deze beelden weten te achterhalen. Uit onderzoek blijkt dat er mogelijk een link is met de Brabantse Willemstad. Aan u dus de vraag, heeft u een vermoeden wie dit kan zijn? 0800 60 70.